Hi, ik ben Stijn van Bakshop en vandaag ga ik een vergelijking doen tussen de Brenner Stoel zaklampen. Oké, okay, even zaklampen in het algemeen. In deze classificatie van Brandonstool maakt erg goede zaklampen. In het algemeen uh, kun je stellen dat deze zaklampen heel erg geschikt zijn voor uh, de PA mannen voor de technische mannen, uh, live events. Maar uiteraard ook voor outdoor events. Als je vakantie bent, uh, eentje voor in de auto is uh, bijzonder handig. Laat ik eerst even opnoemen wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben. Buiten uiteraard dat het allemaal van hetzelfde merk is. Ze hebben allemaal uh, twee manieren van licht maken. Dat is uh, aan de, de lengte, dus zeg maar bovenop. En uh, de andere is aan de onder- of bovenkant. Dat hebben ze eigenlijk allemaal. De ene heeft wat meer leds beschikt dan de andere. Uh, nou, uiteraard is de rechterkant voor het globale licht. En aan de onder- of bovenkant is natuurlijk voor het uh, fijne scherpe licht om iets heel specifiek... Uh, aan te wijzen of, uh, of te belichten. Uiteraard zijn ze allemaal ook standaard voorzien van een accu of acculader. Uh, de ene kan ook via USB en de andere dan niet. Uh, en ze hebben ook allemaal een magneet te beschikking. En de ene wat meer en groter dan de andere. Oké, okay, nou daar gaan we even een beetje de verschillen op noemen. Als we deze 10 plus 1 led kijken, uh, deze heeft dus 10 leds aan de voorkant en eentje aan de bovenkant. De 8 plus 5 led die heeft 8 leds aan de voorkant en 5 aan de onderkant en de 6 plus 1 let heeft 6 aan de voorkant en eentje aan de bovenkant. Dan kunnen we iets zeggen over de hoek waar je dus mee kunt kantelen. Zo heeft de 10 plus 1 let geen invalhoek, dus dat is altijd recht. Dus je moet ze zelf sturen. De 8 plus 5 die heeft een invalshoek van 120 graden. En de 6 plus 1 die heeft een invalshoek van 170 graden. Dat betekent dat je hem kunt kantelen tot een 170 graden hoek. Dus je kunt hem echt een behoorlijke hoek meemaken. Dan hebben we de magneet, deze heeft één magneetje. Deze heeft er ook één en deze heeft twee magneten beschikbaar. Dus het voordeel natuurlijk uiteraard van twee magneten is dat hij wat steviger op de metalen plaat blijft hangen. Nou, waar zijn ze voor inzetbaar? Als bijvoorbeeld de 10 plus 1, dat is eigenlijk de lichtste van de 3. Dat is met name handig voor kleine events. Als het echt heel donker is, kun je hier prima uit de voeten. In schemerachtige omgeving zal het wat lastig worden. Dan kan ik je beter een 8 plus of een 6 plus 1 adviseren. Nou, de 8 plus 5, en 6.1 kun je uiteraard ook uh, in het donker gebruiken, maar hebben ook als uh, voordeel dat je ook in schemeromgeving uh, eventueel ook goed uh, te gebruiken zijn. Dan hebben we uiteraard nog de verschillen in de verschillende soorten accu's, uh, de, uh, ze hebben alle vier hebben ze een laadtijd van 4 uur, alleen de, uh, de duur van het licht daar zit wel wat verschillen, zo hebben we de 10 plus 1 die uh, kun je 2 tot 4 uur kun je, uh, geeft die dus uh, licht. De 8 plus 5 uh, die geeft 3 tot 24 uur, dus dat is eigenlijk de meest efficiënte die in dit assortiment uh, zit. En dan hebben we de 6 plus 1 en die geeft 3 tot 7 uur licht. Uiteraard zit er standaard ook een autolader bij, wat natuurlijk ontzettend handig is uh, als je onderweg bent. Maar ook als je toevallig even de stroom op is of geen stroom uh, in de buurt hebt en je accu is leeg. Nou, dan kun je hem uiteraard ook gewoon in de auto opladen. Wel even zorgen dat je... Dat je uh, je motor hebt lopen, anders heb je kans dat je accu leeg trekt uiteraard. Okay, als we deze drie uh, bekijken dan zou we generaliserend kunnen zeggen dat de 10 plus 1 eigenlijk voor de uh, allround is. Als je op vakantie gaat of je wilt standaard altijd even een lichtje thuis of in de auto hebben, dan is dit een hele handige. Bent u wat meer voor het grote werk dan kan ik u zeker de 8 plus 5 en de 6 plus 1 adviseren. Waarvan de 8 plus 5 uh, degene is voor als je vrij intensief uh, nodig heeft, dus voor veel branduur moet maken. En de 6 plus 1 is eigenlijk meer voor de intentie van het licht. Als je echt veel licht nodig hebt met hoge lichtopbrengst, uh, dan kan ik u zeker de 6 plus 1 adviseren. Zoekt u het licht in het duister, dan kan ik u zeker een van deze drie zaklampen van Brennerstoel adviseren. Uh, wat u zeker geen spijt uh, van gaat krijgen om uw donkere dagen mee te verlichten. Wilt u meer informatie met betrekking tot deze brennerstoel Zaklampen, klik dan op de link hierboven of hieronder en je wordt doorverwezen naar onze productpagina. En vind je dit een leuke review? Like hem dan of deel hem met je vrienden of vriendinnen. En vergeet je niet te abonneren op onze YouTube-kanaal.